Vandaag zijn we te gast bij Anja Nivera. Anja Nivera, natuurlijk in het Limburgse toeristenleven een begrip. Maar met die reden zijn we niet naar Anja toegekomen. Anja, naast jouw beroep ja, ben jij ook een fervente schrijfster. Ja. Een schilderes. Ja. Als ik naar jouw boeken kijk, maar dat kan nog niet, want er zijn er nog een paar in de maak. Ja. Ja. Dan valt mij op dat het eerste was Limburg toen en nu. Ja. Ja, eigenlijk ook toeristisch, ja, in relatie met je werk. Ja. Het tweede is Vrij Uitzicht. Ja. Een literaire thriller, zoals ze, ja, dat zo mooi noemen. Ja. Ik loop meteen door naar het volgende. Ja. Je gaat een adviesboekje maken, ja, voor Bed & Breakfast, ja, ook richting weer van je eigen, ja, vak. En een dossier. Ja, een thriller weer. Weer een thriller. Ja. Om op de boeken eerst terug te komen. Ja. Waar haal jij je inspiratie vandaan om naast je werk, ja, een thriller te schrijven? Ja. Nou, de eerste thriller is per toeval ontstaan. Mijn man en ik hadden hebben nog steeds een ruïne gekocht in Frankrijk, in de Pyrenee Oriental, dat is tegen de Spaanse grens. Oh, ja. En ik heb altijd liefde gehad voor Frankrijk, ik vind het een geweldig land. En, ja, en op een dag in november stortte het dak in door een storm en onze muur, het was zo'n oud vestingstadje. En de muren van ons stonden op het punt om op de buren onder ons te vallen. Dus ik moest met spoed naar Zuid-Frankrijk, heb ik ook gedaan. Mm-hmm. En ik had niks bij me, dat was in het pre-tablet tijd. Dus oh, ik zat, ja, daar op zo'n fruitkistje. Ik zat, ja, daar en de muur was ingestort en boven was het grote château, het kasteel zichtbaar. En een aantal werklui was bezig om dat te zekeren. En dan moet je bij zijn in Frankrijk, hè? Dan moet je, ja, bij zitten. Ja. En dus in die verveling, ik heb daar 4 dagen op dat fruitkistje gezeten, in die verveling begon ik op een gegeven moment over verhalen na te denken. Oh. En eigenlijk heb ik toen op dat fruitkistje het idee bedacht en toen ik dan die 14 uur weer naar huis reed, was ik daar helemaal mee bezeten en dan was ik daarna dat aan het verhalen typen. En toen zei mijn mama, ben jij aan het doen? Ik zeg, ik ben een roman aan het schrijven. Een roman? Ik zeg, ja. En ik heb altijd wel graag geschreven, vroeger als kind sprookjes gemaakt en dagboeken gehad. En dat ging me heel goed af, dat schrijven. Ja. En ik vond het een heerlijke manier om even los te komen van mijn werk. Ik heb een leuke baan, maar wel een zware baan. Dus er zit veel druk op je schouders. En met dat schrijven, met dat schilderen, kon ik zo heerlijk in een andere wereld duiken. En dat vond ik fantastisch. En, ja. Zo. Hoe ver is de ruïne nu? Die is klaar en die is in huis. Ja, die is in huis. En ja, en het is wel heel, ja, het is gewoon heel mooi. Het is een fantastisch dorp, Mosset. En het is een hele, ja, andere wereld. Maar het gebied lijkt wel wat op Zuid-Limburg. Niet qua, hè, het zijn echte bergen. Ja. Maar het is ook zo'n grensstreek. Het is Frans-Catalonië. En ja, ze zijn ook eigenzinnig als de Limburgers. En zo op hun eigen cultuur. Ja, ja. En het zijn hele authentieke mensen. En ja, ik mag dat wel. Ik ben daar graag. Wordt daar Catalaans gesproken? Ze spreken Catalaans, ja. Dus wel Frans, hè. Ze zijn, ja, tweetalig, net als wij Limburgs, ja, en Nederlands spreken, spreken zij onder elkaar Catalaans, mm-hmm, en wij, ja, met mij dan Frans. Ja, dus, ja, natuurlijk. Je spreekt maar geen Catalaans. Nee, dat ga ik ook niet in de knie krijgen. Nee, ik hou het op Frans en ja, dus alles is ook in Frans, maar de borden zijn net als bij ons, hè, ook tweetalig. Ja, dus het is echt zo'n... Ja, en ze zitten ook op hun Catalaanse keuken en op hun Catalaanse cultuur, ze zitten er heel erg op. Ik mag dat, ja, wel. En Mosset, dat komt naar voren ook in de roman. Ja. Die spelen daar, ja, heb ik begrepen. Ja. Hè? Ja. Dat er een plot is. Ja. Hoe heb je dat in het dorp kunnen neerleggen? Laat ik het zo zeggen. Jouw fantasie? Ja, ik weet niet hoe dat gebeurt gewoon. Het is net als met een koe. Hè? Je ziet een koe en die heeft zwarte vlekken. Dan denk je zwart vlek, zwart gat in het heelal. En zo ga je door. Ik weet ook niet, ik heb op dat fruitkistje heb ik dat verhaal zo in grote lijnen bedacht. Mm-hmm. En als ik dan begin te schrijven, dan is het alsof iets anders in mij de vingers overneemt.
En dan gebeurt er iets, ik kan dat dan niet beschrijven, dan begint iets anders in mij verhalen te schrijven. Ja. En soms, ik heb wel altijd alles in hoofdstukken ingedeeld, hè? Maar ik merk gewoon, op het moment dat ik bezig ben, doet iets in mij iets anders. En dan lees ik dat daarna en dan denk ik, oh, dat is niet geworden wat je gedacht had. Nee. En dan, maar ik heb ook veel reflectie met mijn man, dus dat wij overleggen van, goh, ik ben nu dit aan het doen en dan doet hij mijn suggestie en zo, weet je. En met mijn kinderen en ja, dus het is heel raar. Op het moment dat je daar dus zo zit, dan gaat gewoon, gebeurt iets en dan maak je een verhaal. Dan maken de vingers bewegingen, gaan het toetsenbord. Ja, de handen zijn eigenlijk de uitvoerders van een wezen in jou. Tenminste, ja. Zo voel ik dat. En, maar ja, je bent dan een schakel. Je hebt iets analytisch als mens, denk ik. En je hebt iets creatiefs. En op het moment dat ik schrijf, komt een andere hersenkwak gaat iets doen. En als ik naar jouw schilderingen kijk, dan kun je daar je inspiratie ook in kwijt. Ja. Maar dat is een hele aparte manier hoe jij de dingen neerzet. Ja. Waarom komt dat? Oh, dat weet ik niet. Is mijn stijl. Ik zie er vrolijke, bonte kleuren in. Ja. Ja, en toch dagelijkse dingen. Ja. Ja, ja, dat is ook... Is dat ook naast je drukke baan? Ik weet het niet. Kijk, mijn baan is mij overkomen. Ik ben altijd creatief geweest. Eigenlijk was schrijven en schilderen was mijn DNA. Mm-hmm. En ik wilde ook heel graag naar de kunstacademie. Maar ik werd niet toegelaten omdat mijn intellectuele vermogens met 18 niet pasten binnen de principes toen. Die waren heel abstract. Mm-hmm. En ik had daar als kind uit een mijnwerkersmilieu geen ervaring mee. Dus ik kon dat niet. Ik kon niet het verhaal vertellen. Ja. En ik was wel technisch. Op technisch niveau was ik goed, was ik aangenomen, maar ik kon niet in hun abstracte principes pasten. Dat was een verkeerde periode. Ik weet het niet. Voor jou, maar voor hun. Ik denk het, ik weet het niet. En, maar het is het beste wat me overkomen is, dat ik niet ben aangenomen. Mm-hmm. Want ik denk dat mensen heel erg goed is als ze juist dat doen waar ze misschien niet voor gemaakt zijn. Ik was een heel stil, teruggetrokken persoon. Of teruggetrokken, in ieder geval heel erg met mijn eigen wereld bezig. Maar ik had een hele grote belangstelling voor alles wat verre landen. Ik dacht, misschien ga ik geografie studeren of antropologie, of daar dacht ik in. En op een gegeven moment zag ik iets over een opleiding, een hbo-opleiding toerisme. Dacht ik, dat doe ik, want dan kan ik gaan reizen. Dus ik ben niet naar die studie gegaan om een baan ooit als VVV-directeur te krijgen. Nee, maar ik dacht, dan kan ik reizen. Ja. Kan ik de wereld zien. En dat was voor mij de reden eigenlijk om naar die NHTV te gaan. En van het een wordt het ander en dan krijg je uiteindelijk het grote geschenk dat je VVV-directeur wordt geworden van de mooiste streek van Nederland. Ja, precies. Ja. En daarin vind je ook de inspiratie voor je schilderijen dan? Ja, ook. Mijn schilderijen zijn deels in Zuid-Frankrijk, hè? Okay. Wanneer maak ik die schilderijen? Als ik iets langer dan één dag tijd heb. En dat is vaak als ik op vakantie ben. En dat is ofwel hier in Zuid-Limburg. Dus je ziet Zuid-Limburg, mijn heuvelland, hè, waar ik woon. Ja. Of je ziet Zuid-Frankrijk. En meestal bijvoorbeeld, of ik zie de krokusjes opkomen, dan heb ik een klein schilderijtje. En dan vind ik die krokusjes zo schattig. En dan ben ik zo blij dat de lente is. Ja. En dan loop ik naar boven, pak ik dat doek, pak ik mijn schilderspullen en dan ga ik die krokusjes maken. Weet je, dan voel ik enthousiasme. Het is voorjaar, eindelijk, de winter is voorbij. En dan heb je er geen dag voor nodig. Nee, die kleintjes die maak ik in 2-3 uur. Ja, ja. En dan ga ik gewoon even zo zitten en dan zet ik wat klassieke muziek op. En dan ben ik helemaal even weg. Maar meestal, ik heb twee dingen. Ofwel ik schilder, ofwel ik schrijf. Ik doe ze niet allebei. Nee, oké. Okay. Dus nu ben ik even toch een tijdje in de schrijfmood. En ben ik daar helemaal mee bezig. En ik weet zeker, als dat nu, ik moet eind maart inleveren, als dat dan weer over is, dan ben ik alleen maar weer aan het schilderen. Ja. Maar het dossier, is dat hetzelfde? Nee, het speelt in het dossier, het is ook een thriller.
Maar het speelt in Zuid-Limburg en in Berlijn. Het heeft een verhaallijn, de Berlijnse verhaallijn speelt in 1989 in de DDR. Mm-hmm. En die persoon is uiteindelijk naar Nederland / Zuid-Limburg gekomen. En die twee verhaallijnen komen dus hier in Gulpen Wittem, in de heuvels, in Mechelen. Ik heb mijn eigen... Ik heb... Ja, net als met Mosset. Ja, dat is toch je biotoop. En dat is... je merkt ook de mooie delen en de lieve en de goede delen van het boek. Dat is allemaal Mechelen. En dan kun je je liefde, ik kan die liefde voor mijn heuvels, kan ik bijna niet onderdrukken. Nee, dat moet eruit. En het boze en het dreigende is Berlijn. Dat heel raar. Ja, precies. En dan die DDR-achtergrond die daarin meespeelt. Ja. Mensen die in één keer in de vrijheid komen dan. Ja, nou het is best een confronterend boek. Ik moet ook zeggen, ik heb daar veel research voor gedaan, want Mosset was makkelijk, dat ken je. Maar voor de DDR heb ik veel research gedaan. Ik heb ook gesproken met gevangenen, Stasi-gevangenen. En dat is wel... En ik ben ook in de gevangenis gewoon Schönhausen geweest. Ja. En heb daar ook in de cel gezeten. Ik was daar helemaal alleen met die meneer. Maar ik ben dus daar door een ex-gevangene rondgeleid. En die begeleidt me ook met mijn boek dat de content goed klopt. Okay, Ja, en dat was wel, op een gegeven moment deed hij ook de deur toe. En dan is dat echt wel zoiets van, Jezus, mine, je moet je maar voorstellen dat je daar zoveel maanden zit. En die mochten niemand spreken, die zagen geen mensen, behalve de ondervragers. En dat was een hele beklemmende manier om met gevangenen om te gaan. Ja. En, maar die dingen maak je allemaal mee. Dat is mooi, als schrijver krijg je weer hele nieuwe invalshoeken. Ja, ze hebben altijd gezegd in de DDR, we hadden geen werklozen, want die mensen zaten allemaal in de gevangenis, die niet wilden werken. Ja, het was hoe meer ik ervan gelees, hè, hoe ik denk, hoe verknipter ik die samenleving vind. Die was totaal heel ernstig en ik heb me ook wel eens vaker afgevraagd van hoe kan het dat die mensen uit de DDR zo normaal uit die wende zijn gekomen. Ja. Ik denk als je... Het was heel ernstig daar. Ja, dat denk ik. Ja. En het zijn allemaal goed parerende Duitsers. Dus het is heel snel gegaan. Dus dat laat je ook wel zien hoe wendbaar mensen zijn. Ja. Hoe snel mensen zich aanpassen aan hun nieuwe situatie en daar weer iets nieuws uitmaken. Als het dossier klaar is. Ja. En je gaat schakelen om naar schilderen morgen, vandaag klaar. Ja. Worden de schilderijen dan minder vrolijke kleuren? Nee. Dan ben je wel helemaal daaruit, uit het verhaal, uit de ellende, zeg maar. Ja. En gewoon in het vrolijke, kijk naar buiten en... Ik ben gewoon een vrolijk mens. Dat is, ik denk dat je dat, dat, mijn moeder is dat ook, ik ben zo geboren. Ik sta op met goede zin en ik ga over het algemeen slapen met goede zin. Als ik slechte zin heb, is dat voor 10 minuten. En dan is het weer goed. Dat is je aard. En, dus ik kijk ook naar buiten en ik zie vooral schoonheid. Mm-hmm. En, dat is je aard. Ik kan me niet voorstellen... Ja, goed, ieder mens heeft natuurlijk, we hebben ook vervelende dingen meegemaakt, maar ik merk dat ik daarna een paar maanden schakel ik me toch weer om naar positief. Ja. Mogen we met dit positieve dit gesprek beëindigen? Jazeker, graag gedaan. Ja, voor je openheid over dingen zoals mensen normaal gesproken jou niet zo vaak meemaken. Graag gedaan, was leuk om te doen.